Het Sint-Odilia-schrijn is een topstuk om meerdere redenen. Dit is een schrijn dat we met een jaartal kunnen koppelen. 1292. Dat maakt dus dat stuk dus met een datum in verband staat en dat dat dus het oudste kunstwerk is op paneel van de Benelux. En het is ook een symbool van schoonheid, van Vlaamse identiteit. Ons collectief geheugen kan daaruit putten. En dat zijn eigenlijk de hoofdargumenten waarvoor de Topstukkenraad besloten heeft een aantal jaar geleden om het tot die lijst van topstukken te plaatsen. Het reliekschrijn dat bevat dus eigenlijk de botten, de relieken, de overblijfselen van de heilige Odilia. Het schrijn stond origineel opgesteld in een klooster, in het Kruisherenklooster van Huy. Dat was in de 13e eeuw was dat een heel arm en klein klooster. Maar dat was een orde die nog niet zo lang bestond. En men wilde groeien. En wat heeft men soms nodig om te groeien? Dat zijn financiële middelen. Wat doet men dan? Men heeft dan mensen nodig die naar die klooster komen, die ook af en toe een kaars branden, geld achterlaten, een gift achterlaten. Dat werd ook heel vaak gedaan. En de heilige Odilia past eigenlijk perfect in het verhaal. Dus je ziet, ze hebben relieken nodig. Ze hebben iets tastbaar nodig van een heilige voor te kunnen bidden. Wat doen ze dan? Ze gaan in Keulen relieken halen, maken daar een heel mooi schrijn voor. En op die manier konden dus pelgrims komen, konden dat bidden voor het schrijn en konden dan vragen van kijk, help mij, want ik heb oogziekte. Odilia stond ook bekend om oogziekte te genezen. Dus daarom was het dus de ideale persoon, ideale heilige, om dan naar Huy te gaan, om naar dat klooster te gaan en om naar dat reliekschrijn te gaan kijken en te bidden. Het Odilia-schrijn bleef daar gedurende eeuwen bewaard als een cultusobject tot de Franse Revolutie. Toen werd het Kruisherenklooster in Huy opgeheven en ook vernield. Een van de kruisheren, afkomstig van Borgelon, nam het stuk toen mee naar Borgelon en bewaarde het daar bij hem thuis tot aan het einde van zijn leven. Toen heeft hij het geschonken aan de parochiekerk van Kerniel. Maar ook daar werd het eigenlijk minder goed bewaard. En men besliste dan het thuishaven te geven vanaf 1930 in het klooster van Kolen. Ik denk het moment dat er gesproken wordt van het verplaatsen naar een andere plek, zoals nu aan de orde is, dan komt de Topstukkenraad echt in beweging uiteraard. Want dan moet je zorgen dat die stabiliteit van het bewaren oorspronkelijk in de Abdij van Kolen doorgezet wordt op de andere plekken. Het schrijn is door zijn constructie eigenlijk veel gevoeliger dan een Rembrandt of een Rubens schilderij. Een schilderij is zodanig gemaakt dat het wat kan bewegen door de eeuwen heen. En dit schrijn kan dat niet. Daarbij is het nog lastiger omdat er heel veel voorwerpen in zitten. Dat bestaat uit verschillende materialen. Er zit bot in, er zit textiel in, er zit papier in. Dat maakt het allemaal veel complexer en dus veel gevoeliger. De verf die erop zit, die heeft hele andere fysische of chemische eigenschappen dan het hout waar het op geschilderd is. Het hout zwelt en krimpt nagelang de schommelingen in de relatieve vochtigheid. Maar die verf niet. Dus als het hout opeens heel erg sterk krimpt omdat het heel erg droog is in de lucht, dan gaat die verf niet krimpen en die verf die laat gewoon los en die valt gewoon op de grond. Ja, ja. Zorgen. We doen ons uiterste best. Ja, ja. Ik zie het wel. We hebben ervoor gekozen om een procedure uit te schrijven waarbij een tent wordt gebouwd, waar die relatieve luchtvochtigheid heel goed kan gecontroleerd worden. Dan was het mogelijk om het schrijn uit de vitrine te halen en kon het in een luchtdichte verpakking geplaatst worden. Dus op die manier is dat hele proces heel stabiel verlopen. Moest die tent er niet geweest zijn, dan zou op het moment dat de vitrine opengemaakt wordt heel veel vocht naar het hout trekken. En dat zou heel veel complicaties geven op lange termijn. De verf zou echt van het schrijn afspringen als het fout loopt.